Dit is de Ted Show. De meest geëmancipeerde superkoppelquiz zonder huwelijksvoorwaarden. Hier is uw gastheer, Ted de Braak. Vanaf dit moment, aanvang, actie, roept de regisseur uit. Vanaf dit moment, ook de kijkers thuis, hartelijk welkom, niemand meer de deur uit. Vanaf dit moment, want het gaat vandaag weer om de vraag wie daar straks de eerste blijft. Weg die frons, doe mee met ons, tot de spanning haar toppunt bereikt. De titanenstrijd is geopend, het wordt zenuwslopend vanaf dit moment. Vanaf dit moment. Vanaf dit moment, dames en heren, zijn we bijna met 14 miljoen Nederlanders. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom vanuit de Lieve Kamp in Os. Laat u even horen, dames en heren. Laat u even horen. Ja. Ja. Ja, en ik mag begroeten een dubbelganger van mij. Het heeft een beetje moeite gekost om hem hier naartoe te krijgen. Maar hij lijkt zo sprekend dat we dachten, het is toch wel aardig om hem u even te tonen. Op de derde rij zit hij daar. Meneer, zegt u maar, hoe is uw naam? De naam is Leendert Lentebode. Dat zo heet ik. Prima. Leendert. Ja, dank u wel, meneer Lentebode. Prima, dank u zeer. Straks komt u nog even aan het woord, maar eerst de quiz. Weg dus met die frons op uw voorhoofd. Lachen is geoorloofd vanaf dit moment. Vanaf dit moment. Kijk eens even. Ja, dames en heren, het NCRW Televisieorkest onder leiding van Harry de Groot. Kom even mee. Dames en heren, dit is Harry de Groot. Harry, ik vind... Ja, we hebben elkaar wel eens geplaagd natuurlijk, hè. Maar ik vind jou er altijd zo chic uitzien, hè. Nee, dat meen ik. Dames en heren, kijk nou toch eens. Ik zal er eens even niet bij gaan staan. Dan ziet u dus dat hij echt wel mooi eruit ziet. Kijk. Je ziet er fantastisch uit. Nee, Harry, nee, ik meen het echt. Maar heeft u Harry zien staan voor dat fantastische Metropoolorkest bij het Bloemengala? Heeft u dat gezien? Heeft u dat? Ja. En helemaal keurig in rok en zo. Hè. Maar kijk, dat vind ik dan... Kijk, met zo'n ballpoint te dirigeren. Hè, meneer, vindt u dat is toch niet chic? Vindt u dat chic? Bent u bang voor Harry? U mag best nee zeggen, hoor. Het is toch niet met zo'n ballpoint? Zo'n man moet toch een mooi dirigeerstokje hebben? Vind je niet? Hè? Oh, sorry. Neem me niet kwalijk. Ja, zo kom ik er altijd aan. Harry, jij krijgt van mij iets. Jij krijgt van mij een cadeautje. Ja? Ja, jij krijgt van mij een cadeau. Dankjewel, Tip. Kijk eens wat ik voor jou heb. Kijk eens, Harry. Alsjeblieft. Ja? Wat vind je daarvan? Nou, dat is buitengewoon. Geweldig. Dat is mooi, hè? Had ik niet op durven hopen. Mag ik dat... Nou, het is de bedoeling dat je het gaat gebruiken. Want ik meen het echt. Ik vind het met een stokje dirigeren toch... Ja. Gebruik. Mooi? Ja, joh, dat is geweldig. Geweldig, geweldig. Wat een fijn in zo'n lekker buig, zo'n lekker stokje hebt. Zo. Ja, moet je nou eens horen. Als je er toch iets voor me meebrengt, moet je wel iets goeds meebrengen. Ja, maar aard... Ja. Hier zijn de dames. Hier is Ines de Haan, Ellie Wormsbecher en Willy Kreeft. Beetje naar voren dan. Ines, welkom. Waar kom je vandaan? Uit Delft. Uit Delft. Je studeert nog of je hebt een beroep? Nee, ik ben fysiotherapeut assistente. Assistenten? Ja. Oh, maar je weet er dus wel het een en ander van? Een beetje. Masseren en zo, hè? Nou, dat niet. Dat niet? Nee? Oh, wat jammer. Ik heb namelijk hier... Hier. Ja, oh, heerlijk. Oh.
Oh, Ines. Heerlijk, dat is fijn, zeg. Wij spreken elkaar straks nog, Ines. Ja? Oké. Okay. Ellie Wormsbecher, jij komt uit? Op Meer. Op Meer? Je zegt het net alsof je het niet leuk vindt. Jawel hoor. Jawel. Ik vind het wel een leuk dorpje. Ja, aardig dan, dacht ik ook. Wat is jouw beroep? Ik werk bij mijn vader in de vishandel. Dat wordt haring eten. Heb je wat meegebracht? Ja, gerookte paling voor u. Hé, hey, gerookte paling voor mij? Oh, zeg, jij zit in de gerookte paling. Dat doet mij denken, heb jij wel eens een paling leren roken? Nee, wel schoonmaken. Ja, nee, maar ik bedoel een paling leren roken. Dat die... Nee, dat niet. Oh. Nou, oké. Okay, ik zie je zo terug, hè? Ja, oké. Okay. Ellie Wormsbecher uit Op Meer. En dit is Willy Kreeft uit... Vlaardingen. En wat is het beroep? Ik ben tweedejaars studentenrechten. Dat beloven we te worden. Tweedejaars. Dan nog 4 jaar? Nou, ongeveer wel. Als alles goed gaat. Als ik het snel doe, nog wel sneller. Ja? Het is 4,5 jaar bij elkaar. Ja? Maar je denkt dat dat wel lukt? Ja, ik denk het wel. Ja, zo te zien denk ik dat ook wel, ja, ja. Oké, okay, Willy, we zien elkaar zo terug. Want, dames, eerst jullie concentratie voor de veiling. En de veiling, dames en heren, dat is dit seizoen anders dan vorig seizoen. U ziet nu 6 mannen in silhouet achter dit scherm. Dit is voor de Nederlandse confectie gaat niet zo goed. Ja, u gaat toch geen bewegingjes maken, meneer hier, hè? Hallo? Dit is dus een beetje voor de gevulde maten. Dit is de slanke maat, de afkledende maat. Dit is de wat oudere heer, zoals u ziet. Kijk hier duidelijk te zien, hè? Meneer knijpt hem, zie je dat hier? Zie je dat? Meneer knijpt hem. Nou, aardig, heel goed. Ja, prima. Ja, weinig van te zeggen. Dat zijn de gewone maten, zou ik zeggen. Nou, dames, ik ga er wat van opnoemen. En ze staan in de goede volgorde, dat wel. Drukt u en roept u mijn als u hem wil hebben. Ja? Het gaat maar om 1 kandidaat. We spelen niet meer met 2. 1 kandidaat is voldoende. Het gaat toch om de gezellige avond, om het spel en zo. Oké, okay, hier komt de eerste kandidaat. Nou ja, het is toch ongelooflijk, hè? Alles gaat ook mis, ook, hè? Alles gaat ook... Ja, dat weten de kijkers thuis niet, maar we zijn begonnen met een zendermicrofoontje die stuk gegaan. Nou zit ik aan een kabel vast, ook dat nog, en dan valt dit ook nog op de grond. Ja, en ik begrijp niet waarom dat hier hangt, want het is een routebeschrijving, dit. Het is gewoon een routebeschrijving hoe u in de Lievekamp moet komen in Os. Kijk, als u dus vanaf Den Bosch komt, dan komt u hier zo binnen. Hier zo, dan gaat u dus... Rijdt u hier omheen, zo... Terug. Hier is een parkje, maar dat laat u links liggen. U gaat langs dat park, zo deze, een prachtig mooie weg. Hier zo, zo. Dan ziet u staan Sibeliusflat, dan gaat u gewoon door. Komt u over het kruispunt, over de spoorbomen. Als ze dicht zijn, dan ga je gewoon dwars door de spoorbomen heen. En hier zo, en dan is hier de Lievekamp, hier. Maar kijk, zo is het nieuwe NCRV-embleem. Dat is mooi, hè? Ja, het nieuwe NCRV-vignet. Vindt u mooi? Mooie letters? Ja, oké. Nou, duim hoor, dames en heren, dat er niks meer misgaat, hè? De eerste kandidaat, dat is een 29-jarige verkoperadviseur in een woninginrichting. Hij komt uit het noordwesten van ons land, sportief heer die zijn conditie op peil houdt met tennis, tafeltennis en voetbal. Stevig postuur, dat hebben we er net al op gewezen, behoorlijke lengte, draagt snor en praat als brugman. Niemand? Meneer, toch? Mijn. Willy? Oh ja. Dag, Arie Deuteko. Welkom. Jij praat als brugman, hoor ik. Nou, dat komt er goed uit. Zij studeert rechten, dus die zal ook wel behoorlijk kunnen kletsen. Dan, ja, hè? Oké, okay, ik zie je zo terug, Arie. Nou, dat is snel. Agnes brengt Arie naar de plaats. Agnes ziet er beeldschoon uit, hè? Ja, Noor ook straks. Fantastisch. De volgende is een 22-jarige HTS-student richting autotechniek. Woont in het midden van ons land, daar kan hij alle kanten op met zijn auto waarschijnlijk. Werkt in zijn vrije tijd in een sportzaak, wat aansluit bij zijn hobby's zoals zeilen, zwemmen, tennissen en skiën op zijn tijd. Ja, er ligt niet altijd sneeuw, dat is duidelijk. Leest graag een goed boek. Normaal postuur, behoorlijke lengte. Ik vraag me af wat een behoorlijke lengte is. Draagt bril, een goed lachse knaap. Lach eens wat, meneer, lach eens een keer. Haha, ja, kijk op lachen, hij schudt helemaal aan. Nou, meneer, ga maar door met dat lachen, want het zal u wel vergaan, want u wordt niet gekozen. Dag. Gelukkig is het een goed lachse man. De volgende is een 32-jarige hoofd civiele dienst, een bereisde roel. Zo heet hij niet, hij is gewoon bereisd.
die van wanten weet in het horecawezen, want hij was onder andere chef, hofmeester op de Koopvaardij. Mensen die dus veel gezien en meegemaakt hebben. Komt uit het Zuidwesten, kijkt graag naar voetballen, maar doet zelf ook het een en ander om in beweging te blijven. Door, nou, dat is ook wel nodig, zo te zien. Hij zwemt en roeit. Geeft ook op dat hij van zonnebaden houdt. Ik denk dat dat toch zijn liefste beweging is dan. Hij heeft een uiterst stevig postuur, normale lengte, kleine snor. En hij is erg humoristisch. Zegt hij van ze: niemand, meneer, dat wordt weer lachen met jullie tweeën achter, zeg. Hij is humoristisch, die ander is goed lachs. Fantastisch. De volgende is een 20-jarige student deïtistenopleiding. Uit het zuiden des lands, doet aan karate. Dag meneer, tot ziens. Nou ja, karate. Hé, hey, ja, Ellie, deïtist en karate, dat deed me jou de deur dicht. Kom maar meneer. Zijn toekomstig beroep is ook zijn hobby, want hij maakt graag mensen slanker. Dag meneer. Oeh, wat een harde hand zeg. Nou, Noor brengt u naar Ellie toe. U bent gekozen door Ellie Wormsbecher. Maar de paling heeft ze al aan mij gegeven, dus daar hoef je niet meer op te rekenen. Ja, de volgende is een 39-jarige interieuradviseur. Binnenhuisarchitect misschien wel. Komt uit het noorden van ons land, muzikaal is hij. Hij speelt gitaar en zingt daarbij lustig. Ja, ja, dat lustig, dat deed hem, hè. Gewoon zingen is geen punt, maar hij zingt lustig daarbij. Heel goed, hij fietst, hij zwemt, is sportief. Houdt ervan om met mensen om te gaan en brengt dat in... Tot ziens, meneer, daar. Zie je? Hij houdt ervan om met mensen om te gaan, staat hier, maar loopt gelijk door. Nou ja, dat houdt dan ook de vaart in, erin. Want nu, dames en heren, gaan wij nog even kijken wie bij wie hoort. Dag, Henk. Henk Oosting. Wat is dat? Gaat er weer iets fout? Gaat er weer iets fout? Nee toch? Achter me? Oh, dat doe ik naar beneden. Pardon? Die meneer blijft staan. Ja, die staat er over 4 weken nog. Ja, goed voor u, mevrouw. Wil u hem hebben? Nou ja. Henk, ik zal even aan jullie namen moeten wennen natuurlijk. Henk Oosting, waar kom je vandaan? Uit Zwolle. Uit Zwolle. En er stond, want zover kwam ik niet eens... Je drukte zo snel. Jouw beroep is? Interieuradviseur. Ik hoop dat jullie het eens worden. Overleg even met elkaar wat zijn sterke kanten zijn. Want zoals je weet, en dat weet u nog niet, de dames hebben een levende joker mee mogen brengen. Die kan al of niet voor joker staan straks. Een levende joker, die mogen zij inzetten, behalve bij de eerste opdracht, bij alle andere opdrachten. En die levert sowieso 2 punten op. Dus als een van de heren zegt, hier breng ik niets van terecht, zet maar de joker in, dan kunnen ze dat samen overleggen. Ellie Wormsbecher heeft gekozen voor Chris Kanen. En die komt uit? Geleen. Uit Geleen. Karate-expert, hoor je. Nou, expert niet. Nou, maar karate-beoefenaar dan? Ja, Stuur van Marie. Het is wel lonig zo langzamerhand allemaal, hè? Hoeveel ze dan? Of is dat niet bij karate? Nee, bij judo wel. Bij judo had ik dus bruine band. Jiu-jitsu eerste dan. En taekwondo de blauwe band. Zo, dus het wordt toch al een beetje stil. Zie je, het stil. Nee, meestal zijn het heel sportieve mensen en erg vriendelijk. En ze waarschuwen 3 keer voordat ze het gebruiken van tevoren. Dus dat mag weer. Je waarschuwt 3 keer voordat je een klap uitdeelt. Hè? Wat is je beroep? Ik studeer voor diëtist. Ja. En hobby's? Hobby's, dansen, gevechtsporten, voetbal. Ja. Oké, je weet het. Overleg bij elkaar waar je dan denkt de joker in te zetten. Ja? Toi, heel veel succes vanavond. Arie Deutekom. Aan je hoofd te zien ben je een pret, jongen. Waar kom je ook weer vandaan? Schagen. Uit Schagen? Schagen, ja. Noord-Holland. Dat is al bekend. Adviseurverkoper in de woningenrichting. Dus jullie kunnen eigenlijk samen wel een beetje overleggen, hè? Een binnenhuisadviseur en een woning enzovoort. Mag niks aan. Hebben jullie al een beetje overlegd samen? Ja, zeker. Nou, jullie krijgen nog de gelegenheid. Want ik moet jullie eigenlijk direct wegsturen voor de eerste opdracht. Om te verkleden. Ga maar achter de coulissen. We hebben nog voldoende tijd vanavond om met elkaar te praten. Noor en Agnes zullen jullie vertellen wat er moet gebeuren. En de eerste opdracht, dames en heren, dat weet u van het vorige seizoen nog, dat is altijd een dialoog of een duetje. Dit keer hebben wij een duet gekozen uit een van de eerste musicals. Dit duet heet If You Were The Only Girl In The World. En daarvoor mogen ze geen joker inzetten, omdat dit iets is wat de jokers niet kunnen weten. We hebben namelijk de dames thuis gestuurd een cassettetje met daarop alleen de muziek van het liedje. En zij moesten daar een eigen tekst op maken. Het origineel, het voorbeeld, krijgt u nu voorgezongen. En daarvoor hebben wij uitgenodigd Connie van den Bos. Thank you.
was the only girl in the world, and I was the only boy. Nothing else would matter in this world today. We could go on loving in the same old way. The garden of Eden just meant for two, with nothing to mar our joy. I would say such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were the only girl in the world. I were the only boy that day. Garden of Eden, just meant for two, with nothing to mar our joy. I would say such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were the only teenager in the world, and I was the only. Corrie van der Bos, dames en heren. Kom, ik zie jou zo verlangend naar die sinaasappels krijgen. Wil je wat drinken? Ja, Ted, luister eens. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik in Nederland onder een sinaasappelboom zit. Nou, dan gaan we dan nog even zitten, jongen. Ik ben zo ontzettend verkouden. Ik zou wel best wat jus d'orange willen. Wil je dat? Nou, kijk, een jus d'orange heb ik niet voor je, maar wel een Ted orange. Nee, het is echt een jus. Kijk, het is echt een jus. Het is voor jouw jurering ook zo. Kijk. Ja, dames en heren, het is... Niet te geloven. Alles loopt een beetje tegen vanavond. Het is namelijk zo. Vanmiddag was Connie al heel erg verkouden. Ze had zelfs koorts. Ze mocht eigenlijk niet optreden. Ze heeft nog koorts. Het is helemaal warm. Kom even stuk voor stuk hierboven, mag u voelen. Nee, het is echt zo. Maar Connie wilde ons niet in de steek laten. Maar ze kan echt helemaal geen noot zingen. Maar ja, voor de kandidaten, die hebben daar naartoe geleefd. En dat zou erg jammer zijn. Vindt het erg fijn? Ja, je bent helemaal warm. Ik zal je straks je lekker toestoppen, hè? En dus Connie kon geen noot zingen, vandaar dat ik Connie het partijtje maar meegezongen heb. Kom, drink lekker op. En je krijgt vast nog een applaus van deze dames en heren, want die zijn lief en die begrijpen dat allemaal. Connie, jij gaat jureren, dat wel, dat kun je wel. Ja. Ik hoop dat ik dat wel kan met een beetje griep. Ik zal dat naar eer en geweten trachten te doen. Ja, oké. Okay. En dan het liefste hadden wij dat jij de heren in de gaten hield. Ja? Zou je daar plaats willen nemen? Dan zullen we maar niet langer meer praten. Want... Oké, okay. Ik moet u toch even iets laten zien, dames en heren. Dit is maatwerk. Wat een pak. Daar trouwden ze vroeger in. Kijk even. Een jas met remblokken. Zo, we hebben nog een ander jurylid uitgenodigd. Ja, want dit valt u toch op. Kan ik beter maar rond vooruit komen, vind ik. We hebben nog een mannelijk jurylid, dames en heren. Een man die u allemaal kent van de buis. Hij zit daar zo rustig. En hij vertelt heel rustig waar u allemaal met uiterste spanning naar uitkijkt. Het is geen nieuwslezer. En toch, ja, u bent er heel met spanning mee bezig. En u kent hem al heel wat jaren. Vooral de ouder onder ons. Hij heeft pas zijn 40-jarig radiojubileum gevierd. Hier is, dames en heren, Frits van Turenhout. Dag Frits. Welkom. Ja, dat was ook erg moeilijk te raden natuurlijk. Je hebt een onderscheiding, zie je. Ja, dat heb ik gekregen bij mijn afscheid van de KRO. 46 jaar KRO. En niet alleen omdat ik de tooduitslagen gedaan heb, maar gecombineerd in die 46 jaar. Je beweegt je op sociaal terrein, op caritatief terrein. Je doet op kerkelijk gebied iets.
En dan zijn de mensen die steken de koppen bij elkaar. Die zeggen, nou ja, na 46 jaar omroepwerk en ook bij de KRO... moeten we een linker zien te krijgen. En dat is gebeurd. Even dat hele bekende liedje, ik weet het nog. Je had de wipneus en de kersenmond. Kersenmond, kersenmond. Ja, de wipneus en de kersenmond. En wandelen als twee appeltjes rond. Ja, ja, ja. Wij zouden uren kunnen praten, dat doen we niet, want we hebben maar een uur zendtijd, dus dat kan niet. Wil je plaatsnemen naast Connie van der Bos en de dames die nu gaan excelleren in een duetje, jureren? Goed, ja? Doe ik graag. Heel fijn. Dan spreken we elkaar zo nog. Connie van der Bos en Frits van Turenhout, dames en heren, gaan dus kijken naar het eerste koppel, Ines de Haan, met haar partner Harry, ga je gang. Met jou wil ik vliegen, al was naar de maan. En jij bent de enige vrouwtje. Samen in een ruimteschip is dat niet ik. Huffelend op de maan met jou, mijn mooie flip. De Hof van Eden, al in voor ons twee. Is dat niet een heerlijk idee? Met de sterren boven ons heel dichtbij. Dat we daar bang van gaan. Droom het in de wolken voor eeuwig zij aan zij. Is dat en datgene maakt me blij. En Henk Oosting, dankjewel. Ja, nou, ze hebben zich er toch goed doorheen geslagen. Prima. En dan het tweede koppel. Ellie Wormsbecher. En meneer ben ik nog even kwijt, maar dat zie ik nu. Chris Kanen. Oké, Harry, ga je gang. Adam eens was. En jij smaakt naar zevenen. Wij leefden in het paradijs alleen wij twee. Elkaar steeds weer bemindend en nooit ruzie, nee. Een drankje gebrouwen, juist voor ons twee. En niemand die naar ons kijkt. Steeds weer dromen dat ik de jouwe was. Samen drinken tot onze laatste snik. Als jij op de wereld Adam eens was. En jij mijn liefste schat. Jij bent zo vis als een cola voor mij. Als jij toch die Adam eens was. Ja hoor, Chris Kanen en Ellie Wormsbecher. Oh, ja, nu het derde koppel, Willy Kreeft. En wacht even hoor, even je naam. Ja, kom maar binnen, maar ik kijk even naar je naam. En Arie Deutekom, ja.
Willy Kreeft en Arie Deur te komen. Harry, daar gaan we. Ja, dat zeg jij nu wel. Geen haar op mijn hoofd, die zou denken aan jou. Je schoenen zijn versleten en je haar is van touw. Een leuke verrassing, dat is het voor mij. Dansen met jou maakt me blij. Maar ik weet nog wel wat leeft te doen. Maar ik geef je nu een zoen. Ik wil met je verder door deze quiz. Dan moest ik je nog niet hebben. Dank je. Oké, Frits. Frits, even een balletje trappen. Frits, ja. Eventjes, oké. Okay. Ja. Ja, Frits. Hup. Gelijkspel. Oh. Nou, het proceding mag naar beneden, denk ik, nu. Want dan kunnen we uitchargeren, of het hoeft misschien niet eens. Ik mag jullie helemaal niet beïnvloeden natuurlijk, maar ik vond het wel enig, hoor. Corrie, mogen we met jou beginnen? Want jij moet nu toch weer een penicillinespuit halen, geloof ik. Want je moet morgen toch zingen. De mannen, eerst Henk Oosting. Ik vond... die tegenstelling verschrikkelijk leuk zijn met die maan en hij over de Hof van Ede opeens. Dat kan je zien dat ze totaal zonder elkaar die tekst hebben gemaakt. Maar even zeggen, Connie mag punten geven van 1 tot 5 dan. Nou, ik wou 3 geven. 3 voor Henk. 3. En Chris Kane. Ja, ik vond Chris ietsje beter zingen. Ik mag niet eens over zingen praten vandaag, maar goed. Ik vond Chris ietsje beter zingen en iets onverstoorbaarder bij de sinaasappels. Dat vond ik knap. Dan krijgt hij een 4 van mij. Een 4, ja, een karatejongen jaag je niet zo gauw de schrik op het lijf natuurlijk ook. Hè. Een 4 voor Chris Kanen. En dan Willy Kreeft, dat was Deutekom, Arie Deutekom. Ja, ik vond dat hij fantastisch reageerde op die zeer onverwachte tekst van Willy. Want het zal je maar in je gezicht gezongen worden, dan moet ik je nog niet, hè. En daarom vond ik zijn onverstoorbaarheid op een andere manier ook weer erg goed. Ook een 4. Ook een 4. Dankjewel, kom. Wij houden jou niet langer op, want ik zie het aan je ogen. Ze schitteren helemaal. Dames en heren, Connie is gebleven. Ze heeft ons niet in de steek gelaten. Hartelijk dank. Agnes zal jou, kijk eens, mooie rozen voor jou. En bedankt, Con, dat je toch gebleven bent. Frits. Ja. De dames, Ines. Nou, ik vond Ines vond ik zeer origineel. En de dans die ze maakte, dat leek wel een klein beetje op 2 emmertjes water halen. Jullie hadden elkaar zo lekker te pakken. En ik geef Ines geef ik een 3. Een 3? En precies 3 van net, ja. Ik mag ze toch allemaal met dezelfde waardering geven? Dat mag ook, ja. Of moet ik... Ja, je kunt niet verder dan 3 bij de Toto. 1, 2 of 3 is het. Ja. Nou, en ze hield ook, haar aanstaande hield ze zo stevig in de houtgreep. Huh? Dat was geen vrije meer, dat was de houtgreep. Geef ik ook een 3. 3? Ja. En dan Willy? Willy, die had een originele tekst. Mimiek was goed. En ook het samenspel. En ik moet dit zeggen, ze danste ook zeer origineel met z'n tweeën. En ik geef Willy geef ik een 5. 5 voor Willy. Dankjewel, Frits.
Frits, namens iedereen weten wij zeker, prachtige bloemen natuurlijk. Je gaat fijn een paar dagen vakantie houden met jouw vrouw. Ja. Hier vlak in de buurt, in de Plasmolen. Ik wens je een hele prettige tijd. Ik hoop dat je je vrije tijd ook goed doorkomt. En doe de groeten aan jouw kleinzoon Martijn. Martijn, dat zal ik precies doen. En ook de dames en heren thuis. Leuk dat je al die jaren naar me geluisterd gekeken hebt. Het gaat u allen goed en misschien tot ziens. Oké, okay. Frits van Duren. Dan, dames en heren, de score na de eerste opdracht. Ines de Haan en partner met 6 punten. Ellie Wormsbecher met 7. En Willy Kreeft 9. En, dames en heren, de opdracht die nu volgt. We moeten even wachten tot de dames weg zijn, want ze krijgen een koptelefoon op en ze mogen niet horen wat er gaat gebeuren. Ik probeer het zoveel mogelijk ook niet te vertellen, maar het kan zijn dat ik een steekje laat vallen. Het doek gaat nu op en wat zien wij? Wij zien staan 3 schilderijen. En de heren moeten dan iets schilderen op dit schilderij. En de dames moeten straks, mag ik dat even van jou noemen? Die moeten dan straks proberen te raden wat zij geschilderd hebben. Dus is er iemand bij die erg goed tekenen kan? Dit moet erop komen te staan, dames en heren. Eventjes voor thuis laten zien, dan kunt u meeleven. Meneer Lentebode. Ziet u wel? Nou ja. Zet hier dan. U doet net of u zo goed tekenen kunt. Dit moeten ze schilderen, meneer Lentebode. Ja, dus de kleuren die ze daarvoor moeten gebruiken, en dat zal dan vermoedelijk de enige aanwijzing zijn voor de dames, dankjewel Tip. Die zitten hier allemaal in deze potten, kwasten erbij enzovoort. De 3 heren mogen nu binnenkomen. Henk, die helemaal op het eind. Jij in het midden, Chris. En Arie. Straks komen jullie dames terug. Die moeten dan zien of er iets nog te herkennen valt. Ja, dat is duidelijk. Jullie krijgen daar een bepaalde tijd voor. Zolang het orkest speelt, veel mooier dan het mooiste schilderij, mogen jullie schilderen. Oké, ga je gang, Harry. De tijd gaat nu in. Denk aan de tijd hoor. Ja, da, die, 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 die. Veel mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij de mooie? Dit moet het worden, dit moet het worden. Ze moeten er alle 4 op hoor, heren. Alle 4 erop. En veel mooier dan. Nou, het valt nog best mee eigenlijk, vind je niet? Jawel. Ja, stop maar, heren. Ja, u mag daar gaan staan. Doe die de kwasten er maar in. U mag op uw plekje gaan staan. Neem het palet maar mee. Ines. Nou, hier staan 4 tekeningen op. Maar zo te zien is hij niet verder gekomen dan 3. Of misschien 2. En nou, jij mag zeggen wat het is. Wat denk je wat het is? Het zijn er 4. Ja, het moeten er 4 zijn. Meer mag ik eigenlijk ook niet zeggen. Ja. Ja. Zo artistiek gedaan. Maar... is dit een ijsje? Ja, denk dat dit een ijsje is? Oh, is dat een ijsje? Ja. Een groen, ja, een groen. Dat kan, ja. Dit hoort bij elkaar, dat mag ik wel zeggen. Ja, ja. Zo, ja. Een bos bloemen. Dit moet ook iets zijn, maar daar is hij niet helemaal. Dat is niet uit de verf gekomen, om zo te zeggen. Banaan? Ja, dat is het dan, hè? Dat is het dan. Ik moet even nog het kaartje erbij nemen. Kijk, Ines, dit had het moeten zijn. Kijk, maar kun je het zelf zien? Ja, zie je, dat hingen we vroeger in ons oor, weet je wel, kersen, dus dat is niet goed. Dat had dan een kaars moeten zijn. Een ijsje, dat is wel goed. Ja. Nou, de tekening leek, want anders had je het nooit geraden. Dus dat is 1 punt voor de tekening en voor het raden van jou is 2 punten. Had nou de joker om ingezet, waren 2 punten meer geweest. Neem maar plaats bij je man, dan kun je hem bestraffen. Ik praat nu al over haar man. Wil je die kant op kijken, Ellie? Ga er maar iets dichterbij, als je wil. Zo, ja. Deze. God, mooi.
kikker. Een wat? Kikker. Een kikker? Sigaret. Wat is een sigaret? Is dat een sigaret? Heb jij oranje sigaretten, ja? Dat zijn vorstelijke sigaretten, ja. Het blijft een teerpunt. Moeilijk. Kikker sigaret had je? Een lamp. Hoe? Een lamp. Een lamp. Ja, ik zou ook wel zo'n lamp willen hebben, maar die worden niet gemaakt. En ik weet het niet. Ja, je komt het wel eens tegen als je vis schoonmaakt, maar dat is het niet. Dit hoor. Een anker, ik weet het niet. Een anker? Nee, ik weet het niet. Nee. Nee, dit, kijk, dit had het moeten zijn. Zie je? Dit zijn die kersen. Nou, het leek er toch wel op. Jawel, kijk, dit is toch wat is. Ja, dat is goed. Dan mag ik voor de tekening in ieder geval 1 punt geven. Want dat vind ik wel. Dit had een ijsje moeten zijn. Maar inderdaad, het heeft alles behalve iets van een ijsje. 1 punt heb je dus. Jij zei hier sigaret, dat had een kaars moeten zijn. Ik gaf je nog iets van de kleur, maar dat was dus niet goed. En de kikker. Dat is dan 2, 3 punten voor jou, Ellie. En dan, Willy. Nou, het ziet er in ieder geval leuk uit. Dat kunnen we in ieder geval ervan zeggen. Nou, dat is toch meegenomen, niet? Hè? Nou, dan zal ik beginnen met deze. Ja. De 3 kersen. De 3 kersen. Dat is een naam voor een vitaminebar of zo. In de 3 kersen. Dry Middlehouse, 3 kersen, ja. Nou, dan gaan we verder. Nou, dat is toch fijn, hè? Ja, want anders kom je er nooit doorheen door zo'n avond. Heel goed, Wil. Nou, dan wou ik... Ja. Ja, zeg. Nou ja, ik... Dat... Ja, het heeft 2 punten. Het is wel moeilijk, hè? Ja, nou ja. Maar waar spreekt het je aan? Nou ja, ik zou zeggen... Ja. Met die stip... Ik vind het moeilijk, hoor. Een beest met een stip, ja. Een beest met stippen, zou ik zeggen. Nou, ja, normaal kan hij geen stippen hebben. Misschien is hij uitgeslagen, slecht opgedroogd of zo. Nou ja, ik hou het toch maar op de koe. 3 kersen en een koe. En dat, dat andere oranje geval met het groene stipje erbij? Ja, die? Ja. Oranje en groen. Nou, een heel gezellige sinaasappel. En daar, dat andere, daarboven? Nou, een erg flikkerende kaars. Ja. Nou, ja, ze heeft gegokt. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het niet op een kaars lijkt. Maar je hebt toch een punt, omdat je vermoedt dat dit een kaars is. De 3 kersen is 2 punten. Plus 1 is 3. Het is geen koe. Het is een kikker, kijk, dat had het moeten zijn. Dan vind ik hem hartstikke goed getekend. Maar... Met dit plaatje. Ja, nou gaat ze me voorzeggen. Het is inderdaad, kijk eens... Maar dat lijkt niet op een kikker. Ja, je wil graag winnen, hè, jij, hè? Ja, die studeert rechten, hoor even. Zeg, recht is recht. Maar ik ben afgestudeerd rechten, dus ik maak uit wat hier gebeurt, Willy. Maar je hebt gelijk, het inderdaad, het lijkt op dit plaatje... En dat, ja, dat levert dus ook een punt op. Dus, je hebt 1, 2, 3, 4 punten. Ja, Wil, je hebt gelijk. Oké. Okay. Neem maar plaats. Nou, kijken wij naar het scorebord. En dan zien wij dat Ines de Haan met partner erbij krijgt 2, dat is 8. Ellie krijgt er 3 bij, is 10. En Willy 4, is 13. Mag ik even vragen, voor de volgende, willen jullie een joker inzetten? Het volgende heeft iets te maken met Ot en Sien. Het heeft iets te maken met... Met een fiets, met hoepelen. Ines, heb je dat overlegd? Jij wil die joker inzetten? Ja. Voor het volgende, ja? Hoe heet je joker? Aad. Aad? Is Aad aanwezig? Kijk, zo ziet er nou een aad uit. Aad. Aad, kom eens even boven, even samen praten. Krijgt Aad geen applaus van u? Is dat niet meer in de mode of zo? Dag Aad, welkom. Waar kom je vandaan? Uit Delft. Uit Delft. Studeer je nog of werk je? Ik studeer nog. Waarvoor? Fysiotherapie. Oh, jullie oefenen op elkaar.
Maar jij masseert wel? Ja, ja. Oh, nou kijk, voel je eens, is dit het niet een beetje te vast? Nee, Ines deed toch lekkerder. Jij gaat joker zijn voor Ines in de volgende opdracht. Dat zul je zo dadelijk horen. Jullie mogen naar achter, want niemand wil verder een joker inzetten, heb ik begrepen. Willy niet, Ellie ook niet. Oké, ga maar naar achteren. Aad, je mag mee. De act die u nu gaat zien, daarin verborgen, zit de volgende opdracht, dames en heren. Als zo dadelijk het doek omhoog gaat, dan vraag ik u bijzondere aandacht en uw welkomstapplaus voor een spectaculair variété-nummer uit Duitsland. En dat is Bob, Bramson en Liz.
Bob Bramson en Liz. Hartelijk dank. En toi 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 op jullie verdere tournee. Ja, nou, u heeft het begrepen, dames en heren. Hoepelen, het Ot en Sienstraatje komt zo dadelijk naar beneden. Ja, kom maar binnen hoor, heren. En dames, kijk even. Oh, dat ziet er toch schattig uit, hè? Schattig, hè? Ja, enig hoor. Enig. Blijf maar even staan. Hoe vindt u dat onze toneelmeesters keurig in pak? Vindt u dat? Kijk eens even, dat is toch ook bewonderenswaardig? Tip, Wim en Wil. Ja, als we die heren ook niet hebben, dan gaat het ook helemaal niet door. De dames, die mogen even apart gaan staan. Gauw u maar even geld staan lenen bij elkaar of zo. Heren, kom er eens even bij. Iedereen bij een eigen hoepeltje, graag. Daar ligt het model, het voorbeeld. Dit is dus een echte hoepel, hè? Dat zien we allemaal. Dit is een echte hoepel. Wat er achter mij gebeurt, moet u zich helemaal niet van aantrekken, dames en heren. Dat hoort erbij, hè? Dat hoort bij de show. Kijk, we hebben hem zwart-wit geschilderd om goed te kunnen zien. Dat is één. Nou, gedurende de muziek van Harry de Grote mag u zoveel hoepels buigen als u wil van deze stangetjes. Hoe meer u er buigt, hoe meer punten u kunt verdienen, want u moet straks die hoepels rollen naar uw dame. Daarover straks meer. Eerst het eerste opdrachtje. Heren, u buigt zo mooi mogelijk, zo rond mogelijke hoepels van deze stangetjes. Dat is begrepen? Geen vragen? Nee? Aad, jij bent de joker. Doe je best. 2 punten heb je in ieder geval alvast. Doe je best, hè? De tijd gaat nu in. Heren, ga je gang. Ah, draai een beetje om, want we willen je graag zien. Zo dan. Ja. Zullen we even een dansje maken? Zullen we even een dansje maken, Wil? Goed, hè? Ja, joh, quizmaster, zit je altijd goed, hè, met dames. Mag je dansen en zo? Zullen wij ook even dansen? Deze dans voor jou? Mag wel, hè? Gaat het goed? Natuurlijk, ik ook niet. Dansen is plezier voor 2. Ritmisch over de vloer schuiven. Oké, eens even kijken hoe ver de heren zijn. Gaat het, heren? Gaat het aan? Je bent de joker, hoor. Nou, dat... We zijn er allemaal. Er wordt nog even wat bijgebogen daar. Wat, zak je broek af? Zak je broek af? Bind er zo'n hoepel omheen. Weet je zeker dat die rond is? Stop maar, Aad. Laat het liggen nu. Zo, 3 hoopjes schoot. Deze hoort hierbij nog, hè? Hou het een beetje uit elkaar, heren. Zo, als jullie nu alle 3 je stapeltje mee wil nemen, dan gaan wij deze kant op. Naar links van het toneel. Nou, het is gelukt allemaal. Of het rolt, dat moeten we nog even bekijken. We gaan hier staan. Dames, op de prak. En Ines als eerste in het midden graag. Ines als eerste in het midden. Even opletten, Aad. Want als Ines hem niet kan vangen en de beide andere dames wel, dan kost je dat een punt. Want dat wordt bij de andere opgeteld. Dat is duidelijk, hè? Begrepen. Niet gooien, rollen. Ja, ga je gang. Ja, die is goed. Prima. Ga je gang, hoor. Ja, goeie. Rollen, hè? Aad? Ja, goed. Zo, prima. Hebben. En niet van de prak af, hoor, dames. Blijven staan, hè? Rollen, Aad. Juist, dat is het. Prachtig, allemaal, uitstekend, prima. Harry, Ines, jij hebt alle hoepels binnen. Neem je stapeltje mee, dat we straks kunnen tellen. Arie, bij jou hoort Wil. Willy, ga maar staan.
De andere dames mogen ook nu weer proberen de hoepels af te snoepen. Ga je gang. Dat is goed. Ja, die ben je kwijt. Rollen hoor. Arie Deutekom. Denk eraan nog rollen, want anders bel ik Christine. Ja, 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 ja. Goed. Oh, dat geeft niet. Die mag je zo pakken. Ja. Ja. Rollen, Arie. Anders moet ik straffen. Rollen, ja. Kun je erbij? Kun je erbij? Ja! Ja, 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 ja. Oké. Okay. Gaan jullie maar op je plek staan, hoor, daar. Aad, even bij je. Goed. Bij je houden graag, Willy. En dan nu Ellie. Met de voeten ben je op de plak gebleven, hè? Juist. Prima. Rollen. Dan gaan we, Chris. Dat is een hele chique. Voel een hoepeltje rollen kan, ja. Dit is ook een hele... Pak hem, oh! Ja. Wat is dit nu? Ja, ja! Heel goed. Ja, 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 pak hem! Oh! Oh! Hebben, ja, prima. Nee, nee. Nee, deze mag niet meer. Die moet ik terug hebben, Ellie. Ja, want beide dames van de plak af. Heren, ga maar staan, daar. Nou, dit was... dit wordt tellen. Kom maar, dames met de hoepels. Gaan we even hier naar voren staan. Ines, je was als eerste. Hoeveel hebben we er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima, ga maar staan. Ik hou ze wel bij me. Ellie, ga maar bij Aad staan, hoor. Nee, ik zal ze bij me houden. Hoeveel heb je er? 1, 2, 3, 4. Hoeveel? 5. Hoeveel heb je er, Willy? Oh, ik. 1, 2. Ja. Ja, als je rechten studeert kun je niet zo goed tellen. Nee, dat is niet. Dat wil zeggen alleen je rekening. 1. 1. Ja. Zit een beetje in elkaar nu. Dit is artikel. Artikel 365. 301, onrechtmatige daad. Is dit een onrechtmatige daad? Is dat artikel 401? 1401. 1401? Zijn er zoveel artikelen? Ja. Dan mag je wel eens wat in de uitverkoop gooien. Ja. Dat is 3. Dat is 3. 4, 5, 6. En die microfoon erbij is 7. 6. Fijn, dankjewel. Kom maar, Wil. Geen maar. Makkelijk als je grote handen hebt. 6. Dat heeft Paul weer genoteerd. Voor Ines, die heeft een joker ingezet, komen er 2 punten bij. Dat is dus 8, dankjewel Paul. 8 en 8 is 16. Ellie krijgt 5 punten erbij, 15. En Willy 6, 19. Nou, komt toch dichterbij. Het komt dichterbij. Aad, hartelijk dank. Fijn dat je zo sportief was om mee te doen. Je mag weer de zaal in en straks ga je ongetwijfeld een verfrissing... Dan mag je even bij het open raam staan. Ja, dames en heren. Uw bijzondere welkomstapplaus voor een nieuw duo dat het waarschijnlijk heel goed gaat maken. En u bent de eerste die ze door een televisiedebuut heen kan helpen. Dus een warm applaus voor Tony en Linda.
Tony en Linda, ogenblikje. Dames en heren, gaan ze het maken? Ja? Tot de toi. En dankjewel. En voor de volgende opdracht gaan we even vragen of Ellie en Willy binnen willen komen. Want ik moet jullie een belangrijke vraag stellen. Nog één kans om de joker in te zetten. Voor de theorieronde, het gaat nu om kennis, om iets weten. Wil jij? Ja. Ja? Je hebt het overlegd met jouw partner en die weet weinig. Oh, gaat wel. Wie heb je meegebracht als joker? Dick Leegwater. Dick, daar is Dick. Dick. Welkom Dick, kom maar even naast staan. Dick, waar kom je vandaan? Ik kom uit Horen. Wat is je beroep? Ik werk bij een koekfabriek in Zaandam. Ah, ja, koek met vis, dat is denk ik niet eten, of wel? Tenminste, niet tegelijk, niet tegelijk. Nee, het smaakt niet zo erg. Nee, dat niet. Oké, je mag met Ellie mee. Naar achter, want je moet zo ergens plaatsnemen. Dat wil ik nog niet verraden. Willy, heb jij trek om de joker in te zetten? Of? Ja, waarom inzetten? Wie? Ja, Peter Keizerwaard. Peter Keizerwaard. Ah. Waar komt Peter Keizerwaard vandaan? Peter komt ook uit Vlaardingen. Hoezo ook? Jij zelf ook? Ik ook, ja. Oh ja. Dag Peter, welkom. Studeert nog? Ja, economie. Tweedejaars. En je roeit ook veel, want je ziet er breed uit. Jongen. Tweede jaar economie. Ja. Er zit iets, even denken, nee, er zit geen vraag in over economie, geloof ik. Maar wel heel belangrijk, doe je best. 2 punten is in ieder geval al zo voor de joker. Fijn dat je meegekomen bent. Je mag plaatsnemen daarachter. Dag Agnes. Moet ik onder de douche? Voor de volgende opdracht, dames en heren. Dat weet u nog wel de vorige keer. Dan hadden wij een kaart in de handen en daar lazen we dan vragen vanaf. En dat vonden we toch eigenlijk niet zo leuk. Nu hebben we dat veranderd. We hebben een actrice uitgenodigd, Anneliese Balhan. En Annelies is de moeder van een groot gezin. En dat grote gezin bestaat, ja, uit 6 kinderen. En die 6 kinderen zitten aan een ontbijttafel. Dankjewel, Agnes. Zitten aan een ontbijttafel. En de vader komt net binnen na een min of meer moeilijke nacht. Goedemorgen. Dag, schat. Dag. Nou. Lekker geslapen. Zo, hè? Lekker geslapen. Lekker geslapen, ja. Mm. Netjes eten, hè? Denk eraan, hè? Geen rommel maken, Willy. Nee, oké, pa. Ja, gaat, hè? Oké, hè? Zeg, jongen, heb je huiswerk af? Ja. Oh. Helemaal. Want je was vannacht weer knap laat thuis, hè? Nee. Dat moet niet meer gebeuren, hè? Ja, met mensen voor ik graag eten, hè? Dat heb ik ietsje geleerd, hè? Zullen we eens doen? Oké. Zeg, schat, heb je het al gehoord van Emmy de Vries? Die is net terug uit Las Palmas. Dat ligt op de, hoe heette die eiland? Ook weer? Eiland. Ja, nou, Emmy, hè? Emmy lijkt toch zo op die mevrouw? Je weet wel, die vrouwelijke minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Pa, met Jay. Wat zei je? Willen we alsjeblieft aan de ontbijttafel niet om elkaar heen praten? Mag ik even weten wie er wat zijn? Nou, de eerste, mag ik even weten wie de eerste was? Nou, luister nou even. Moeder. Ik heb een heel leuk verhaal te vertellen. Oh. Ze komt aan op het vliegveld, doodmoe, vreselijke hitte. 8 uur vertraging ook nog. Dat komt door die zogenaamde stiptheidsactie van die... Franse luchtleiders. Inderdaad, ja, heel goed. Nou, en ze zit toevallig in hetzelfde vliegtuig als die beroemde Nederlander. Hoe heet hij nou? Het is een wereldkampioen wielrennen op de weg. Van Eentje, man.
Wat goed, zeg. Wie? Ja. Wie is dat? Kneteman. Kneteman. Ja, ik kon er niet opkomen, maar hij zei het even, ja. Kneteman. En bij aankomst staat daar de hele Nederlandse televisieploeg van de NCRV. Je weet wel van het actualiteitenprogramma van de NCRV. Hier en nu. Hier en nu. Een lekkere thee. Zij willen jullie niet steeds door je moeder heen praten? Sorry. Luister nou, want nu komt het. Die zien Emmy aan voor mevrouw Gardeniers. Dus die zeggen meteen van, excellentie, wat vindt u van... Schat, je luistert helemaal niet. Ik versta je niet, hè? Er zit iemand te praten hier. Jullie mannen zijn ook allemaal hetzelfde. Ik had laatst een heel gesprek met Cora, die door man is, hoe heet het ook weer. Hij geeft advies op het gebied van belastingen. Belastingadviseur. Nou, die man zit ook altijd met de krant voor zijn hoofd. Cora is laatst 4 weken weggegaan, gewoon met vakantie gegaan. De meneer heeft het niet eens gemerkt. Nou ja, zo blijft het huwelijk goed, hè? Waar was ze ook weer naartoe, naar het eiland waar Napoleon geboren is? Corsica. Ja, oh ja. En daar de hoofdstad van. Zij lieve, je moet nog eens andere eieren kopen, want deze geven al licht. Nee, de hoofdstad van Corsica. Ah, ze weten niks. Nee, ze weten helemaal niks. Ik kan er ook zo gauw niet op. Je moet je huiswerk maken. Je bent vannacht laat thuis gekomen, hè? Nee, doe maar uit hier. En op de terugreis op de boot heeft ze toch zo vreselijk gelachen. Want Sanna had namelijk een lichtstoel naast die Franse zanger. Dat kleine mannetje. Je weet wel, een beetje heest. Ja, Sanna Voer. Ja, die bedoel ik. Nou. Naarmate ze dichter bij de kust komen, begint de boot heel hevig te schommelen. Dat komt door die noordwestenwind. Daar is een heel bekend verschijnsel daar in het zuiden van Frankrijk. Het heeft ook een speciale naam, zei Cora. Iets met een I en een A. Ja, Mistral bedoel jij. Ja, dat hadden de kinderen moeten weten, maar die weten niks. Dat is duidelijk, hè. Nou, Cora werd een beetje ziek en dat ziet Aznavour. En die zegt, ik weet een uitstekend middel tegen zeeziekte. Zingen. Oh. Gewoon blijven zingen, niets aan de hand. Hè? Ja, als je het lukken moet, moet je nee, dat niet aan praten. Nee, luister nou, luister nou. Want nou komt het, dan hebben ze samen dat lied zitten zingen van vader Abraham, waar die zo bekend mee en wordt. En zijn 7 zonen. Nee, met Berberlied. Ja, met die rare dwerg. Ja, precies. Nou, ja, maar dat is nooit te laat. Kijk, je moet, jongen, je moet een tijdje mond open doen, niet? Ja. Ja. Nou, het hele schip doodziek, behalve zij en Aznavour. Nou, ze hebben zich kapot gelachen. Toen komen ze aan in die grootste havenplaats er in het zuiden van Frankrijk. Marseille. Ja, nou, ze stappen op de kade. En Aznavour zegt, nou, het zal je maar gezegd worden, zullen we samen een hapje gaan eten. Nou, toen zijn ze naar een 3-sterrenrestaurant gegaan. En daar bestelden ze zo'n specialiteit van het zuiden en van Marseille. Een vissoep was het. Bouillabaisse. Ja, inderdaad. Heel goed met jou. Oh ja, schat, voordat ik het vergeet, tante Jannie wordt woensdag 81. En je raadt nooit wat ze gevraagd heeft. Nou. Een drumstel, te gek gewoon. Die is helemaal bezeten van die muziek. Van die muziek... Punk. En schat, help me nou even. Ja, goed, daar, hier met ja, ja die, met, van die jongens met die veiligheidsspelden door hun neus. Ja, precies. Oh, ja. Nou, ik had er gisteren nog aan de telefoon. En ze vertelde heel trots. Oh, ze had de hele nacht in de discotheek gezeten. Ze had zelfs gedanst op de muziek van... hoe heet die nou? Het is een nieuwe... Nee, wacht even. Het is John Travolta. Ja, die bedoel je. Ja, hij speelde de hoofdrol in die film Saturday Night Fever. Ja, ja. Nou, dat hoefde niet eens. Daar kon ik zelf op komen. Ja. Geweldig. Oké, man. Ja, de baas staat voor de deur te bellen, dus ik moet weg. Ik vind dat jullie het goed gedaan hebben, dames en heren. Annelies Balham, hartelijk dank. Dankjewel, Annelies. Tot de volgende keer. Het ging er dus om, dames en heren, daar waar het lampje brandde. En diegene die daar het antwoord op gaf, en dat is allemaal precies bijgehouden achter. Daarvan mogen wij voor het goede antwoord een punt bijtellen. En voor een fout antwoord gaat er een punt af. En een niet beantwoorde vraag, dat speelt dus geen enkele rol. Noor, vertel het maar. Ben jij echt zo chagrijnig, mooi? Nou, ik sta nooit 's morgens op, het is meestal 's middags. Blijf maar doen. Goed, Ines heeft het erg goed gedaan. Die heeft 5 goede antwoorden gegeven, maar helaas 1 fout, maar toch 4 punten. Ellie heeft er 2 goed, helaas 2 fout, 0 punten, maar ze had de joker meegenomen. Ja. Dus 2 punten. En Willy had het helemaal fantastisch. 5 goed, geen 1 fout en de joker. En de joker, dankjewel. Dat betekent, kom eens een beetje naar voren. Ines, 4 punten erbij, dat is 20. Ellie had geen punten, maar wel een joker. Komen er 2 punten bij, is 17.
Willy 5 plus een joker is 7. Erbij, dat is 26. Nou, overduidelijk. Overduidelijk. Op de derde plaats dus Ines de Haan en Henk Oosting. Gefeliciteerd met deze derde plaats. Ik zie jullie... tweede, neem me niet kwalijk. Tweede plaats, sorry, tweede. Bloemen alvast, maar we zien jullie zo terug, ja? Tot zo dadelijk. De derde plaats is dan voor Ellie Wormsbecher en haar partner. Want de joker, daar mogen we afscheid van nemen. Tot ziens, bedankt voor uw medewerking. Zie je zo. Chris, had je meer geweten, denk je, dan de joker? Nou, laten we er maar niet nakaartje erover, hè? Nee, hè? Jongens, bedankt. Ik zie jullie ook zo terug. Kijk eens, Van Noor, Bloemen. Het beste koppel van vanavond. En we bedanken de joker. En die gaat terug naar zijn plaats. Bedankt. En het beste met je studie. Arie en Willy. Eerste plaats. Punten. Oké, zo dadelijk als het doek omhoog gaat, dames en heren, zien wij de prijzen. En die zullen we even bij jullie in het geheugen prenten. Ja, kijk maar even, kom maar deze kant op, graag. Ja, het is een beetje lastig met die kabel nu. We lopen even hier naartoe, Arie en Willy. Ken je dit apparaat? Moet je dit vastpakken? Pak eens vast, Arie, als je wil. Kijk, die schijf, dit is een lucht... Kijk, er komt lucht uit, kijk. Dat moet je dan zo... Ja, dus dat is één. He, dat is nou jammer dat het zo snel gaat. Oh, ik haal hem hier wel uit. Kijk, die schijf wordt omhoog geblazen. 1-1. Was Frits van Duren nou nog maar, kon hij zeggen 3. Zie je, door die lucht die eruit komt, hieruit, dat voel je ook wel. Dat is dus een aardig spel voor thuis. Je wordt er helemaal stapelgek van. Dat is 1, we lopen iets terug en dan gaan wij de prijzen bekijken. Dit is een kristallen glasservies. En dat is, ik zal de kaart erbij pakken, want Frans de Jong heeft dat keurig voor mij op. Een 30-delig kristal drinkservies plus karaf plus dienblad. Niet te versmaden, dacht ik, hè? De volgende prijs is, zoals je ziet, een draagbare stereo radio cassette recorder. Daar zit dus ook een cassette in en zo. De vierde prijs is een antiek Biedemeijer wijntafeltje. Helaas staat er geen jaar bij, maar het is antiek, dus meer dan... 100 jaar oud. Een draagbare kleurentelevisie. Daar. En dat Techo, dat kan eraf hoor. Ja, anders heb je dat de hele dag in beeld. Dat is ook geen gezin natuurlijk. Dat kan eraf. Daarnaast een vierdelige kofferset. Ook makkelijk. Ze passen in elkaar. Als ze leeg zijn, dus makkelijk op te bergen. Maar ik hoop dat je ze alle vier kunt vullen als jullie een heerlijke reis gaan maken. De nieuwe Winkeler Prins. Compleet, zoals hij daar staat, is de volgende prijs. En dan een houten wijnrek, goed voor 36 flessen. Maar aangezien we jullie graag nog heel huids thuis zien komen, hebben we daar geen 36 flessen in gedaan, maar iets minder. Ik zal jullie nu vertellen hoe het in zijn werk gaat. Zo dadelijk komen bij deze 8 prijzen 8 dames op. Kijk, daar zijn ze al. Bekijk deze dames goed, blijf maar even daar gewoon staan. Ik krijg van deze mevrouw een bordje, dat is een Cleopatra-kapsel, dankjewel. Daarnaast een Grieks kapsel, zoals je ziet. Dan Jacoba van Beieren, koningin Victoria, rococo, dat vind ik zo'n mooi woord, rococo, dit is dus rococo, dag rococo. Directoire, Biedemeijer, dat omstreeks 1820 plus minus 1850, en dit blijft toch enige, Charleston, dat is plus minus 1920. Arie, jij moet naar die tafel lopen met je gezicht naar het publiek, ga je gang. En je mag niet meer omkijken nu. Zo blijf je staan. Oké. Deze dames en heren, zij zijn van de toneelvereniging Internos uit Os, die binnenkort 50 jaar bestaat. Alvast van harte gefeliciteerd daarmee. Applaus daarvoor. En nu het volgende. Willy, jij noemt of wijst een prijs aan. En dan moet meneer de pruik opzetten waarvan hij denkt dat die daarbij hoort. Dus je mag het type mag je noemen. Cleopatra. Cleopatra. Ik moet lastig zijn met de kabel. Cleopatra. Ik kan het alleen maar zien als het opstaat, hoor. Ja, dat is heel gek. Zet hem eens op, ja. Ja, hij moet zo, hè? Ja.
Is dat Cleopatra? Waar staat Cleopatra? Ja? Het staat hem goed, hè? Goed, hè? Wat een stuk, hè? Ja, oké. Okay. Dat is goed, dat is één. Prima. En de dame met de Cleopatra-pruik loopt weg, want die prijs is eruit. Volgende, Willy. De Rococo. De wie? Rococo. 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 Ja, dat, nu ga je in de mist, hè? Dat weet ik niet. De dames zijn verwisseld, dus ik heb geen idee. Rococo. Ja. Rococo. Rococo. Zou je dat wel doen? Zou je dat wel doen? Ja? Zet hem eens op. Ja, maar daar gaat het om natuurlijk. Ja, prima. Twee goed. Oké, Willy. Welke? Grieks. Even kijken. Mag ik dat bordje even zien? Want ik zie het niet. Oh ja, prima. Ja? Grieks wordt hier gevraagd. Beetje blond is dat, hè? Met goud erin en zo, hè? Grieks meestal, hè? Meestal is dat zo, toch? Meestal met een gouden ketting of zoiets dergelijks. Dat staat me iets van bij. Zij bijvoorbeeld wordt ingedraaid. Ja, dat is goed. Ja, prima. Dat is oké. Grieks. Dit waren, even tellen, hoeveel hebben we er gehad? 1, 2, 3. En je hebt nog twee kansen dus. Ik vind het al zoveel. Nee, je mag kiezen hoor. Je hebt niet voor niets gewonnen. Koningin Victoria. Koningin Victoria. Koningin Victoria. Heb je brood bij je? Ja. Nee, omdat het nog wat lang duurt. Ik zie ook al bij. Koningin Victoria. Ja. Ja, weer goed. Weer goed. Mag ik even met de bruid dansen? Jawel, hè? Oké, koningin Victoria. Willy, nog één kans. Nou, de Biedermeijer wil ik nog maar proberen. Biedermeijer, dames en heren, wilt u nog niet reageren? Helpen doe ik zelf wel. Biedermeijer. Biedermeijer, ja. Ik denk dat... Nou ja, ongelooflijk hoor. Ja, nee, je hebt al genoeg voor aap gestaan. Maar zet hem nu maar hier. Prachtig, alle vijf de kansen benut. Ja, Willy, gefeliciteerd. Fantastisch. En jij ook, Arie. Prima. Je, ga even daar staan als je wil. Eventjes hier. Want nu, dames en heren, zijn er nog drie prijzen over. Wat gaat er met deze drie prijzen gebeuren? Diegene die op de tweede plaats was, en dat is dus Ines, ja... Ines mag de eerste keuze doen. Jullie krijgen beiden de prijs, hè? Dat is toch begrepen, hè, dames en heren? Kijk nog maar even. Ze krijgen dus beiden de prijs, hè? Dus als er een kleurentelevisie is, krijgen ze alle twee een kleurentelevisie, hè? Als ze hier naast elkaar kijken, kunnen ze stereo kijken. Begrijp je wel? Wat? Ik zit naar ons kloop niet te kijken. Ja, dat is natuurlijk altijd een fantastisch bezit, ja. Altijd waardevol. Ja, de winkelprins. Oké. Okay. Ellie, wat denk je? Hebben jullie al overlegd? Nee, ik denk de laatste. Dat wijnrek? Weet je zeker, Chris ook? Ja, die flessen. Ja? Ja, zeker. Oké, dat wijnrek. Fijn. Wat Willy en Arie hebben gewonnen vanavond, dat komt nu binnenrijden. Kijkt u eens even. Ja. Bekijk het even allemaal. Prachtig. Een glasservies, een kleurentelevisie, deze prachtige antieke wijntafel, een koffers en een radiocassette. Dit is voor beiden. Ze krijgen beiden dezelfde prijzen. Dat is fantastisch, hè? Nou, bekijk het maar even rustig. Maar dan zult u zich afvragen, waar gaat dit luchtspel naartoe? Een heel boeiend spel. Nogmaals, er komt lucht uit en dat gaat de zaal in. Dat gaat de zaal in. Wie is er jarig vandaag? Nou, van harte gefeliciteerd dan, maar dat is het niet. U heeft allemaal gekregen de NCRV-gids. Steekt u die eens op. Ja, dames en heren, thuis. Kijk, die kunt u allemaal ook in uw huiskamer hebben liggen. Zo'n prachtig, handige gids. En dan bent u ook lid van de NCRV. Zie wel.
Nou staat er op pagina 15 een foto van mijzelf. Jonge jongen. Ik leen me ook overal voor. En bij sommigen, of bij liever niet bij sommigen, bij één is die foto met baard. Ja, u meneer, dan mag u boven. Nee, blijft u maar zitten. U bent de winnaar van die prijs daar. Ja? Oké. Nou. Vanaf dit moment, dag show, jammer, wij gaan weer normaal doen. Vanaf dit moment, schoonmaakpersoneel, wij gaan huiswaarts. U kunt weer de zaal doen, vanaf dit moment. Iedereen bedankt, van regisseur tot de knaap die de kabels droeg. Harry de Groot en muzici en natuurlijk de cameraploeg. Wij gaan ons decor weer afbreken, maar over 4 weken vanaf dit moment zijn we weer present. Weer present bij de TED Show over 4 weken. Waar als vanouds dan aan zullen meewerken ook diegenen die er vanavond aan meegewerkt hebben. Kijk eens even hier. Algemene assistentie Frans de Jong, kleding Ed Beer, Hans Dijkstra, Niki Theatertechniek, Paul Snelders, Ad Zwijs en Kleedsters, Eveline Boers en Beppe Ruizendaal, kledingadviezen, Marga Langeweg, Robert Bos, arrangementen Jaap Hofland, Jo van Maas, beeld Harry Kamps, Leo de Graven, Steven Suik, beeldwisseling en beeldmontage Wim Ouwekerk, geluid Mick van der Werf, Johan Komen, Kees Koder, Rudolf Grob, belichting Corrie Jacob. Ja, kun je me even stilzetten, Tip. Belichtingstechniek Piet Oudshoorn, Theo van Dijk, Stef de Wit, Joshua Smit, camera Kees Postema, Jaap Guit, Lex van Eldik en Karel Zwagerman. Toneel Tip, oh, dat ben jij. Jij staat er ook op. Kijk, en Wim Poelijn, zie je dat? En Wim Heerschop. Opnameleiding Frans van Reenen, is dat wat? Decoruitvoering Hans Mellegers. Ja, decoratie Bertus van der Brink. Ja, prima. Requisite Riesbouw, grafische verzorging Emmanuel Houben en decorontwerp Alnor Kloon. Nee, weet je wie er niet op staat? Kijk, die staan er niet op. Hier nog lichtdecoratie Frans van Lier. Bloemendecoratie Rienes Idis. Decorassistenten Ab Barber staan er niet op. En chauffeurs Henk Stras, Martin van der Brakel, Geert Bree en Louis Ike staan er niet op. Dus, hier, stofveerders, dat is wolkendoek, dat mooie wolkendoek. Marco Bauma staat er niet op. En Joop Mulder staat er niet op. En Henk Zee staat er niet op. Ja, hier, wat er wel op staat. NCRV 1978, hier, kijk. En het nieuwe vignettenbeeld. Wat ziet het er mooi uit. Wat ziet het er mooi uit. Dat kunt u in uw huiskamer hebben liggen, want het staat ook op de nieuwe gids. Dit was de TED Show. Ook NCRV. Tot over 4 weken. Vanaf dit moment.